VVV TV wordt mede mogelijk gemaakt door Sicon Logistics, Keulen Automateriaal en het Vervoerscollege Venlo. VVV zorgde voor een stuntje in Rotterdam door verrassend een punt te pakken bij Feyenoord. Zometeen de beelden. We praten met matchwinnaar Damian van Brugge en kijken, onder andere met Jens Jansen, vooruit naar de 6-puntenwedstrijd tegen Willem II. Lassen. Goed neergelegd. En dan Jurgensen. Bal weggeslagen door Oenerstal. Omdat de vaart er niet helemaal in die poging zit. Het was wel de beste mogelijkheid voor Feyenoord. Er wordt niet gelachen op de bank bij Feyenoord. Er is ook geen reden toe. Misschien nu. Misschien nu. De schuiver die voorlangs dendert. En Van Beek. Dan maar eens zo geprobeerd. Dit is totaal anders dan wat Feyenoord de hele avond al aan het doen is. Ik wil niet zeggen dat je dan altijd aangespeeld wordt, maar hier is hij nog, alsnog. Poging van een meter of 15 van Larsson. LMA die stuurde Nieuwkoop weg, Berghuis. En dan de ruimte voor Jurgensen, die doorgaans daar wel raad mee weet. Zeker vorig seizoen, maar nu ook op het moment dat het er echt toe doet. Schiet hij die bal trouwens mooi kort. Waar lang logischer leek. Fraaie treffer van Jurgensen in de 54e minuut. Band gebroken. Larsson. Oenerstal met de grootste problemen. En maar zien dat het een beetje in de wedstrijd blijft. En Feyenoord zoekt natuurlijk naar de beslissende tweede. En vindt hij bijna buitenkant paal. Bij VVV en niet voor de eerste keer toch wel erg matig. Waardoor Feyenoord zelf ook niet in grootste doen. De bal weer heel erg snel en makkelijk terugkrijgt steeds. Als VVV hier wat wil doen dan... Moet het uit met zijn met de slordigheden. En moet Oenerstal vooral zo in vorm blijven. Anders was het al gedaan. De kans op 2-0. Maar nu. T. Dat is ook goed gevoetbald. Hunten met Dix. De hoekschop is voor VVV. Leemans, er is over nagedacht over deze hoekschop. En het levert een doelpunt op! Het levert een doelpunt op! Van grote afstand wordt Jones gepasseerd. En het is Van Brugge die de bal uit de lucht zo het doel in rost. Maar over deze afstand moet Jones de bal in handen hebben. Zo is het niet en dus is daar dat ene moment dan toch voor VVV. Haps. En dan laat Oenerstal de bal los. Heeft hem uiteindelijk dan toch. Stijn blij, want werkelijk maar één keer heeft Feyenoord iets te vrezen gehad van VVV. En toen was het niet bestand. Werkelijk maar één keer gevaarlijk geweest. Dat is nog eens effectief zijn. Het verhaal is dat we... deze wedstrijd zwaar hebben gehad, maar dat weet je als je naar de landskampioen gaat. En wat ik van tevoren heb gezegd, vond ik ook na deze wedstrijd Feyenoord prima elftal. Alleen scoren nog niet in vergelijking met vorig jaar, of te weinig. Waardoor ze ook te weinig punten halen op het moment. Maar wij zijn lang in de wedstrijd gebleven. En wat we die week daarvoor tegen NAC ook al zeiden, ja, als het voetballen niet lukt... Door wat voor reden ook moet je altijd zorgen dat je lang in de wedstrijd blijft. En dat er dan nog een moment komt door middel van een corner of een counter of een vrije trap. Waardoor je toch nog een punt kunt pakken. En dat hebben we gedaan. Dus ja, wat dat betreft was het een hele mooie avond. Ja, eigenlijk een beetje het scenario wat jij in gedachten had, dat kwam uit. Ja, dit hadden wij in gedachten. Kijk, wij wisten dat we daar niet 400-500% kansen zouden krijgen. Ik vond wel dat we aan de bal slordig waren. We waren heel snel de bal kwijt. Terwijl echt de mogelijkheden lagen om daar te voetballen.
En dat hebben we nagelaten. Wellicht komt het doordat toch jongens voor het eerst voor 50.000 mensen speelden. Maar uiteindelijk hebben we keihard geknokt voor dat punt. En je blijft lang in de wedstrijd. Nou, en door een ingestudeerde corner pak je uiteindelijk maak je nog een mooi doelpunt. Ja, dat was een corner. Eerst van de wedstrijd. Wat dacht je toen al? Want je wist vooraf natuurlijk welk scenario er klaar lag. Ja, ik wist wel wat we gingen proberen. Dus ik dacht van ja, eerst maar eens afwachten of die bal goed komt. En ik hoorde Roel zeggen van ga naar voren. Want hij was denk ik vergeten dat we zouden proberen om die bal zo te dingen. Dus daarom zei ik ook van hey Roel, hou je mond dicht. Want er kwam bijna iemand naar me toe lopen. Maar gelukkig bleef hij weg. En toen kwam die bal en toen probeerde ik hem gewoon op goal te schieten. Omdat hij niet helemaal lekker kwam. Dus ik probeerde hem alleen op de goal te krijgen. En toen ging hij erin. En toen? Ja, toen was ik blij. Heel blij. Ja. Die ontlading, niet te beschrijven? Nee, niet echt. Nee, ik was gewoon blij dat we gewoon een puntje hadden gepakt. En die goal was gewoon een lekker moment voor mezelf. Ja, dan ziet het publiek en de kijker op tv ziet wel een heel defensief VVV. Dat zijn ze niet gewend. Nee, dat zijn ze niet gewend. Alleen, ik denk ook dat we gedwongen werden door Feyenoord. En het feit dat ik deze keer met 5 verdedigers speelde, hoeft niet altijd te betekenen dat je heel verdedigend speelt. Want de bedoeling was ook om met Labille en met Rutte echt door te komen aan de zijkant. En Van Krooi en T gewoon diep te houden. Dus waarin ze in voorgaande wedstrijden ook gewoon heel veel arbeid verrichten. Was het de bedoeling om hun met z'n tweeën diep te houden. Alleen daar kwamen we gewoon daar niet aan toe. Dus dat was dan wordt het al heel gauw een defensief elftal. Ja, het kan niet altijd mooi, maar wel een heel belangrijk punt. Ja, zeker. Het kan niet altijd mooi. Tuurlijk, we willen het altijd mooi, maar we willen het ook realistisch zijn en weten waar we vandaan komen. En als je als promovendus in de Kuip gaat spelen, nou, dan moet je realistisch zijn en niet denken dat je daar het spel gaat maken en 90 minuten op de aanval kunt spelen. Ja, elk punt is er dan één en dit hebben we gerealiseerd. Tegen Feyenoord hebben we vooral verdedigd. En, ik zei nog tegen mijn vader thuis van in Nederland wordt dat niet altijd gewaardeerd. Ik bedoel, in Italië spelen ze bijna altijd zo en daar spelen ze gewoon puur op het resultaat. Weet je. En, hier heb je vaak een andere mentaliteit, want mensen willen ook goed voetbal zien. Ik ben van mening dat je ook zo punten kan pakken. En, in Italië word je dan op handen gedragen als je een punt pakt. En hier gaan ze nog zeggen van, maar we hebben geluk gehad. Ik denk niet dat het geluk was. Ik denk dat we goed verdedigd hebben. En we hebben gewoon een goed punt gepakt daar. Dus als we zo 3 punten pakken tegen Willem II, dan vind ik het ook prima. Jonathan Opoku maakte na lang blessureleed zijn rentree tegen Feyenoord. Ook Tristan Dekker mocht heel even ervaren hoe het voelt weer in het veld te staan. Ja, dat geeft je wat meer mogelijkheden met de wissels. We hebben nu allerlei soorten wissels op de bank. En ook met name dat je toch weet dat Rutte te ziek was om te spelen. Nou, heb je met Jan Janssen prima vervanger. Ook in die eindfase waarin zij Kramer gingen brengen, hebben wij besloten om Damien centraal te zetten. En weer een extra verdediger in te brengen om dat punt te koesteren. Ja, dan is het lekker dat je Dekker hebt. En in de voorgaande 20 minuten is het lekker dat je Opoku hebt waarin je weet dat die zeer balvast is. Want dat vond ik wel het minpuntje aan die avond. Dat we voetballend te snel de bal kwijt waren. Danny Post daarentegen wordt voorlopig nog niet terug verwacht. De aanvoerder heeft last van een pees onder zijn voet. Rust lijkt voor hem de beste remedie op dit moment. En hoe is het toch met Mink Peters? Hij kwam deze zomer als grote belofte over van Real Madrid. Maar verder dan een optreden in de beker tegen Blauw-Geel kwam de 19-jarige aanvaller nog niet. Die valt op dit moment nog niet in. Omdat wij vinden dat we op dit moment andere keuzes maken. Op basis dat we denken dat de spelers die we brengen, dat die verder zijn dan Mink. Mink is nog jong en krijgt alle gelegenheid om zich op trainingen en in de wedstrijden met de belofte te profileren. Maar is nog niet zo ver dat hij klaar is om in te vallen in het eerste. Dat is zijn status op dit moment. Ja, accepteert hij het zelf ook? Ja, goed op het moment. Hij ziet zelf ook wel dat hij... dat de mannen die in de pickorde boven hem staan, dat die meer brengen op de trainingen en in de wedstrijden dan hij. En dat heeft ook met een stukje fysiek te maken, heeft met een stukje leeftijd te maken. Maar daar moet hij zich in ontwikkelen en daar krijgt hij ook de ruimte voor. De aanvaller zelf ontbrak overigens op de besloten training vandaag in de Kool.
Zaterdagavond komt Willem II op bezoek in de Kool. Een speciale wedstrijd voor Jens Jansen, die in 5 seizoenen zo'n 100 wedstrijden in het shirt van de Tricolores speelde. Ja, zoals ook de wedstrijd tegen NAC bijvoorbeeld, was ook een bijzondere wedstrijd voor mij. Maar ja, Willem II is natuurlijk extra bijzonder omdat ik daar 5 jaar heb gespeeld. Ja. Ja, daar is het allemaal begonnen, zeg maar. Ja, daar heb ik mijn debuut gemaakt en daar heb ik meer dan 100 wedstrijden gespeeld. Dus ja, dat is zeker wel, was zeker wel een bijzondere periode voor mij. Ja, is het ook zo dat je nog bekenden tegenkomt uit die tijd, nu? Nee, volgens mij zit er bijna helemaal niemand meer die ik ken. Alleen de dokter, volgens mij, die is nog steeds daar. En de fysiotherapeut, volgens mij, of de verzorger. Maar voor de rest is er helemaal niemand meer van mijn tijd. VVV heeft na 12 wedstrijden 14 punten en staat daarmee op de 12e plaats. Willem II heeft er 4 minder. Maar beide ploegen lijken niet veel voor elkaar onder te doen. VVV en Willem II wonnen tot nu toe 3 maal deze competitie. De Tilburgers waren de baas over Roda, Twente en Groningen. En beide ploegen staan in de 8e finale van de beker. Ja, ik denk dat het qua puntenaantal en qua spelbeeld dat het enigszins overeenkomt. Ze hebben het lastig gehad, zeker in het begin van de competitie. Nou, ik vind wel dat ze een paar hele goede spelers erbij hebben gehaald, waardoor ze ook punten zijn gaan halen. En ja, dat is al een ploeg die gewoon een prima elftal heeft. Een paar goede spelers, zeker ook voorin heel veel kwaliteit. Dus ik denk dat dat wel een lastige wedstrijd wordt aanstaande zaterdag. Maar ja, dat zullen zij waarschijnlijk ook vinden van ons. Wat heeft de trainer gezegd? Deze moeten we winnen? Nee, dat heeft hij niet gezegd. Maar als je een wedstrijd niet wil winnen of niet voelt dat je moet winnen, dan kan je beter iets anders gaan doen, denk ik. Ja, maar ik bedoel daarmee natuurlijk, ja, dit kan een hele belangrijke zijn uiteindelijk natuurlijk. 6-punten-wedstrijd noemen ze dat. Ja, dat zeker. Ja, het is misschien wel een belangrijke wedstrijd omdat het tegen een concurrent is. Maar de trainer, ik heb hem niet anders gehoord dan normaal over een wedstrijd. Het is alleen nu dat we tegen een tegenstander spelen die bij ons in de buurt staat. Maar ja, dan is het een 6-punten-wedstrijd. Maar ja, ik denk niet dat je het anders moet benaderen als een ieder andere wedstrijd. Nou ja, je weet tegen Feyenoord hebben we een puntje gepakt. En, wat is belangrijk, een punt pakken tegen Feyenoord of thuis die 3 punten tegen Willem II? Ik denk dat we gewoon thuis tegen dat soort ploegen gewoon moeten winnen. En dan moeten wij de punten halen. En zaterdag moeten we gewoon proberen 3 punten te halen. En, tegen NAC is dat niet gelukt, wat moet er deze keer anders? Ja, we moeten elke wedstrijd is anders, weet je wel. Dus, ik denk dat we gewoon moeten doorgaan zoals we nu spelen. De lijn doorzetten ook van Feyenoord. Een goed gevoel hebben aan overgehouden in die wedstrijd. En ja, we moeten gewoon voor de overwinning spelen. Een 6-punten-duel, die moet je winnen. Ja, dat zou wel heel mooi zijn als we die wedstrijd kunnen winnen. Want dan neem je richting de ploegen die onder je staan, zou je een behoorlijke afstand kunnen nemen. Maar ja, op het moment dat je verliest, dan kruipt het weer heel dicht bij elkaar. Dat is een hele belangrijke wedstrijd, klopt. De laatste ontmoeting tussen VVV en Willem II in de Kool in 2013 eindigde in 2-0. Dat was in de eerste divisie. Willem II werd dat seizoen trouwens kampioen. Eén seizoen eerder stonden beide ploegen in de eredivisie tegenover elkaar. Inzet was toen de laatste plaats op de ranglijst. Vrij trap van Haren, die blijft liggen. Dat is een grote kans voor Sijpen. Dan zit hij er nog in ook. Linsen met de voorzet. Nou, daar is hij. Ja, het is 2-0 voor VVV. Cullen scoort. En Cullen er langs. Cullen met de voorzet. En nog net het handje van Mul. Dan geklungel achterin. En is een penalty. Hij valt. Ja, alsnog. Linsen krijgt het doelpunt achter zijn naam. Het kon niet uitblijven. Goed gedaan. Turk voor 4-0. Ja. Was uitzoeken. En Ozan Turk maakt de 4e voor VVV. VVV TV wordt mede mogelijk gemaakt door Sicon Logistics, Keulen Automateriaal en het Vervoerscollege Venlo.